kijkers van Loek TV, welkom bij deze uitzending Zomergasten in Schiedam. Nou, en dat is natuurlijk hartstikke lekker, want je kan lekker buiten gaan zitten. U heeft het de vorige aflevering gezien met mevrouw Lepides. We hebben dit keer als gast gekozen de heer Bob de Kuiper. En toen dachten we, ja, wat moet je nou voor achtergrond nemen? Kan natuurlijk niet in de pastorietuin gaan zitten. En we zijn lekker bij de Waterweg gaan zitten, want de Waterweg doet weer denken aan export. Kortom, dat gaat u allemaal horen in dit gesprek. Meneer de Kuiper, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in ons programma. Tweede zomergast in Schiedam, dus ja. Gaat heel wat worden. Ja, we hebben in Schiedam, we hebben wat met distilleerderijen, met jenever, met drank, met molens. Dus ja, u zit vast in dat verhaal. De grote namen altijd, Nolet, De Kuiper, Dirk Zwager. De Kuiper, is dat van oudsher een bedrijf wat al eeuwenlang in Schiedam zit en ook al eeuwenlang door de familie De Kuiper wordt gerund? We runnen het al eeuwen. We bestaan dit jaar 300 en moet ik even goed zeggen, 300 en we zijn van 1995, dus 310 jaar. Dat is eigenlijk weer een feestje waard. Ja. Maar we hebben afgesproken, na 300 jaar doen we iedere 100 jaar een feestje. Ja. Dus voorlopig is het even rustig bij ons. Maar we bestaan 310 jaar, maar we zijn jonkies in Schiedam. We zijn pas in 1911. Vanuit Rotterdam verhuisd naar de plek waar we nu zitten, op de Buitenhavenweg. Ja. Ja. Dus we zijn ook in de ogen van de Schiedamse collega's nog steeds een beetje een niet-Schiedamse distillateur. En het jongste bloed. Wij voelen dat niet meer zo, want nee. wij zijn natuurlijk gewoon Schiedammers voor ons, maar, ja. En mijn personeel ook. Maar de echte, ja, zeg maar de bedrijven, de familiebedrijven die hier in Schiedam zitten, die zien ons nog steeds als een distillateur die van buiten is gekomen. Ja. Ja. Even om bij het begin te beginnen. U heeft uw jeugd niet in Schiedam doorgebracht? Nee, ik ben een geboren en getogen Rotterdammer. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje heeft te maken met wat ik net zei. Ja. Mijn grootvader die heeft de verhuizing nog meegemaakt toen ze in 1911 overgingen. Was hij jong, maar hij werkte al in het bedrijf. Hij woonde in Rotterdam en is daar gebleven. Ja, en mijn vader die daar ook dus geboren en getogen is, heeft ook gekozen voor... voor Rotterdam en ik eigenlijk ook weer. Ja. Dat is, we zijn wat dat betreft als familie eigenlijk, dus de Kuipers zijn echt wel een Rotterdamse familie, kan je zeggen. Alleen als ondernemer ben ik gewoon echt een Schiedammer. Ja. Uw eigen jeugd in Rotterdam, was u zich al vroeg bewust van het feit dat u een De Kuiper was en dat daar wellicht al automatisch verplichtingen aan vast gingen zitten? Nou, dat eerste wel. Natuurlijk, als je zo'n bedrijf hebt als het onze, en dat geldt voor mijn collega's hier in Schiedam precies zo, dan ga je als jongetje mee met je vader naar de zaak en dan loop je daar rond en dan speel je in de vakantie, dan help je en dan doe je mee. Dus je bent heel snel ben je ervan bewust dat je familie een distillerij heeft. Ja. En dat is ook leuk. Dat voelt trots. De verplichting om daarin te gaan werken, en ik denk dat het bij mijn kinderen ook zo is, dat komt pas veel later als je zelf bezig bent met te ontdekken wat je wil gaan doen. Ja. En dat is eigenlijk pas in mijn studietijd, ik heb bedrijfskunde gestudeerd, ja, dan ga je toch denken van wat nu verder. Ja. En dan ga je pas nadenken over, en het is nooit, althans niet door mijn vader, en ook niet door mijn grootvader naar mijn vader toe, is dat als een soort van verplichting neergelegd van jij moet het bedrijf gaan runnen. Nee, dat niet. Nee. Nee. Even over uw jeugd. U heeft een jeugd gehad die grotendeels in Rotterdam heeft afgespeeld. Wat had u voor jeugd? Nou, wat ik zeg, als je een ondernemersfamilie bent, dan heb je natuurlijk het bedrijf waarvan je weet dat het er is. Ja. We hebben natuurlijk een hele goede jeugd gehad. We zijn een familieonderneming die al heel lang bestaat en het gaat ons goed. Dus je hebt een goede jeugd gehad, leuke dingen gedaan. Ik heb op een Rotterdams lyceum gezeten, middelbare school daardoor gebracht. En ik ben gaan studeren in eerste instantie in Rotterdam ook. Maar ik heb mijn studie afgemaakt in Delft, bedrijfskunde. Wat toen dat weer terug is naar Rotterdam, maar wat toen een samenwerking was tussen Delft en Rotterdam. Dus mijn laatste tijd van mijn studie heb ik in Delft doorgebracht. Ja. Was u een buitenspeelkind? Ja, want we hadden een mooie tuin, een grote tuin. Ik was veel buiten. We woonden ook toen in die tijd, nu niet meer, want de stad is uitgebreid en het ouderlijk huis staat nu midden in de stad, het is in Kralingen. Ja. Maar het was toen tussen de weilanden en de kassen om me heen. Dus we hielpen met tomaten plukken, met komkommers plukken. En we gingen ze ook wel eens een keer stiekem naar de overkant bij de tuin naar binnen. Ja. We speelden daar. Ja, was echt een buitenmens. Ja. Ja. Ja.
Daar moet ik bekennen dat wij hier een hele eenvoudige fles limonade op tafel hebben staan. Ik heb het mogen zien, ja. Ik voel hem af. Maar ik had u graag een borreltje of zo willen aanbieden, maar dat mag allemaal niet. Nee. Toch maar een beetje doen? Ja, doe maar. Kracht zit er in ieder geval nog flink op. Is er een moment geweest in uw leven dat u dacht van... Ik ga niet in die business verder. Ik ga een hele andere loopbaan tegemoet. Ik ga heel wat anders doen. Ik moet er niks meer van hebben. Nou, niet bij het begin. Ik ben direct na mijn militaire dienst. Een van de laatste eigenlijk die nog verplicht militaire dienst moest doorlopen. Heb ik overigens met veel plezier gedaan hoor. Het was niet een echte verplichting. Maar ben ik wel direct in het bedrijf gaan werken. Eerst in het buitenland, want we hadden in die tijd nog een eigen vestiging in Montreal. Dus daar heb ik een tijdje gezeten en ik heb een tijdje in de Verenigde Staten gewerkt. Waar ook de Kuiper vestiging staat. Dus daar ben ik begonnen. Maar in het begin, niet gedacht aan iets anders doen. Als je erin zit eenmaal, ja, dan heb je toch wel eens van die momenten van ja, het is toch maar het enige bedrijf wat je dan hebt. Ja. En als je in een familiebedrijf werkt, dan verwacht men ook dat je blijft. En dan heb je wel eens een keer van die twijfelmomenten. En dat gebeurt dan meestal als er een wisseling van de wacht is of als er wat in het bedrijf gebeurt. Dan zeg je, nou, misschien is het beter om eens een keer ergens anders te gaan werken en later weer een keer terug te komen. Die momenten heb ik wel gehad, maar het is er nooit van gekomen. Nee. En ik heb er nooit spijt van gehad. Dat scheelt. Ja. Dan kom je op een gegeven moment in zo'n bedrijf terecht. Dat bedrijf staat in Schiedam. Groeit u nou mee, zeg maar, met datgene wat er in Schiedam gebeurt? Gaat dat u erg aan het hart? Ziet u dingen waarvan u denkt van, verdorie, dat gaat niet goed? Of dat gaat juist wel goed? Ja, als je gewoon je tijdsbesteding ziet, hè, als je eenmaal bezig bent met je werk, gewoon een week is dan toch de meeste tijd in het Schiedamse. Ja. En s'avonds thuis, nou, dan slaap je een beetje en je ontbijt en je eet. Maar voor de rest van de tijd zit je gewoon in Schiedam. Dus wat ik zei net al, als ondernemer voel ik me gewoon Schiedammer. Ja. De bewoners van Schiedam zien mij dus niet als een Schiedammer. Want dat heb ik al eerder gezegd. Je bent toch, dat geldt voor iedereen die verhuist. Maar als je verhuist naar een stad, dan... valt het wel heel erg mee. Nee, maar laten we zeggen, ik ben niet zo betrokken bij het echte lokale Schiedamse gebeuren. Rond de winkels, rond... Tuurlijk, ik ga uit eten. Uiteraard ga ik nu dan ook eens naar een café toe. Ja. Ik ben naar het Sterretje toe. Maar u gaat niet op donderdagavond naar de koopavond over de Hoofdstraat? Nee, dat is het verschil inderdaad. Maar als je dan hebt over wat er in Schiedam gebeurt rond van alles en nog wat, dan raak je daarbij betrokken als je er werkt. Je wordt gevraagd om dingen te doen. Ik ben voorzitter van de VVV in Schiedam. Ja. Zo rol je dus in het Schiedamse en dat doe je met liefde en dan doe je net zo enthousiast als een geboren en getogen Schiedammer. Dus in zoverre ben je als ondernemer toch heel nauw betrokken bij de stad. En ik vind ook overigens, als je zo lang al in zo'n stad bent als onderneming, dan moet je ook wat teruggeven aan een stad. Dus ik vind het ook wel een beetje een logische zaak dat je wat terug doet. En of dat nou de VVV, het Gelistelleerd Museum is natuurlijk ook, nou, dat is dan wel een branchemuseum, maar overigens nu niet meer. Het is nu meer een gemeentelijk museum geworden, want de gemeente is toch de grootste sponsor van het museum. Maar daar ben ik ook van begin af aan bij betrokken geweest. Dus op die manier doe je van alles voor het Schiedamse en ben je op allerlei methoden betrokken bij wat hier gebeurt. Ja. Meneer de Kuiper, over uw product is iets wat raars. Hè? Aan de ene kant is het mooi dat het verkocht wordt en dat betekent dat er door de belasting vooral geld aan verdiend wordt. Aan de andere kant wordt er natuurlijk volop gewaarschuwd, denk eraan, niet sterke drank of met mate of heel weinig. Is dat nou lastig om daarmee te schipperen? Nou, het speelt een rol. Het is het begrip maatschappelijk ondernemen. Ik vind overigens dat moet van binnenuit komen. Dat is niet iets wat je ineens begint. En dit is een onderdeel daarvan. Als je een alcoholhoudend product maakt, dan weet je dat daar ook een keerzijde aan zit. En dat er helaas mensen zijn die misbruik maken van dat product. En dat dus ook schadelijk kan zijn. De fiscus schiet er overigens een hoop mee op. Want het is inderdaad een heel groot bedrag wat er aan accijnzen op alcohol zit. Echt heel groot. Het is ongeveer 2/3 van de prijs die de consument betaalt gaat naar de fiscus toe. Maar ik vind ook dat er natuurlijk een hoop plezier wordt beleefd aan het product. Hè. Maar de grote meerderheid van de mensen die genieten echt van een borreltje drinken. En het is dus een groep mensen die dus inderdaad
het product misbruiken, en ja. dus er te veel van drinken. En sommige mensen hebben ook dus gezondheidsproblemen daardoor. Ja. Nou, daar, dat is een standpunt van ons als de Kuiper, is dat wij vinden dat je daar aandacht aan moet geven op een bepaalde manier. Niet door, verbodsbepalingen. Ik denk dat alcohol is in onze cultuur een gegeven. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk ook in de wijndrinkende landen. Je moet mensen in de opvoeding, op scholen, kinderen, betrekken bij het gebruik van alcohol. En wijzen op de voordelen en de nadelen. En met name natuurlijk dat het effect van teveel drinken. Dat moet bekend zijn bij ouders. En ik vind toch dat ouders de laatste tijd hun kinderen, nou, ook wat dit betreft, niet alleen wat betreft drank, te makkelijk benaderen. Je ziet het niet alleen maatschappelijk rond dit product, maar je ziet het met drugsgebruik, je ziet het met een aantal andere dingen ook. Het uitgangsleven is natuurlijk anders geworden. Kinderen gaan laat naar feesten toe en alcohol is makkelijk te krijgen. Ik denk dat ouders daar ook veel beter mee om moeten springen en moeten zorgen dat ze het goede voorbeeld moeten geven van verstandig omgaan met het product. Ja. Verbieden heeft geen zin. Nee. Dat hoef je jongelui niet te vertellen, want die gaan het dan juist doen, denk ik. Altijd wat verboden is interessant. Ja, daarom. Toch daarop doorbedurend, wij willen in Schiedam aanhaken aan dat verleden. Hè? Schiedam, Jenevenstad en vroeger. Maar juist dat verleden heeft natuurlijk zulke lelijke trekjes gehad wat betreft de misbruik of het misbruik van alcohol. Als het aan u zou liggen, zouden we in Schiedam daar eens een keer mee moeten stoppen? Nou, en gewoon door moeten gaan met de gezonde manier van omgaan met dit soort producten? Nou, het is inderdaad, het is aan het slijten. Ja. Want het is natuurlijk nu een generatie in Schiedam die niet meer in de herinnering heeft wat er in die tijd gebeurd is. De oorzaak is natuurlijk niet direct alcohol zelf. De oorzaak is natuurlijk dat de industrie in Schiedam verdwenen is in een hele korte periode. Ja. Net zoals daarna ook de scheepsbouw verdwenen is. Ja. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Werkeloosheid, geen inkomen. En dat leidt er dan toe dat mensen natuurlijk ook op een gegeven moment naar de fles grijpen. Ja. Dus het is niet direct de oorzaak van is het alcohol zelf. De oorzaak is natuurlijk een grote werkeloosheid en het vertrek van een industrie uit een stad. Ja. Ik begrijp overigens dat er natuurlijk in de 60er, 70er, 80er jaren nog heel veel mensen waren die zeiden, nou, daar wil ik niks van weten. Want die hebben nog in hun geheugen wat er toen speelde of hebben ouders gehad die daar... Het zwarte nazaten. Precies. Maar ik denk zo langzamerhand dat het tijd is om af te rekenen met dat verleden, zonder het weg te doen. Je moet gewoon weten wat er gebeurd is, maar gewoon naar de toekomst te gaan kijken. En dan denk ik dat je als Schiedam, als toch Jeneverstad, daar trots op moet zijn en er iets mee moet doen. Want ook voor toeristen en voor mensen in Nederland is het gewoon een begrip. Schiedam is Jenever. Maar een fris imago. Ja, maakt er inderdaad iets goeds van. Maar wijs wel op de... Dat geldt over wat we net bespraken ook. Wijs ook op de keerzijde. Hè? Wijs ook op de historie. Zonder dat je daar nou naar de toekomst toe ineens negatief over hoeft te zijn. Ja. Dus ik zou daar inderdaad positief mee de toekomst in gaan. Ja. Ja. Dat gebeurt ook overigens nu, hè? Precies. Ja. Concurrentie is er overal. Ja. Ook binnen het Schiedamse, zoals je dat zo mooi zegt. Ja. Nou, een van uw grootste tegenspelers is meneer Nolet. Ja. Moeten we het nou zo simpel zien dat meneer Nolet en meneer de Kuiper niet met elkaar praten omdat het concurrenten zijn? Of zijn jullie integendeel gewoon privé gezellig bij elkaar op visite en drinken jullie een neutraal product? Ja, nou, we zijn in de hele Nederlandse industrie, dus dat geldt ook voor Hooghout in Groningen, zijn wij toch als familiebedrijven echt wel een groep die elkaar opzoekt. We hebben allemaal dezelfde problematiek. Er zijn natuurlijk hele grote multinationals actief in onze industrie. Ja. En ja, we zoeken elkaar toch wel. Ik denk ook dat het verstandig is, maar we blijven elkaar als concurrent. Dus, gezonde concurrenten. En we zijn inderdaad wat dat betreft ook hele gezonde collega's van elkaar. We zien elkaar regelmatig. Ja. Sociaal gezien heb ik niet zoveel contact met de collega's, zeg maar, in de industrie. Maar als er dingen zijn die we moeten bespreken, iedereen pakt de telefoon en we praten met elkaar en we bespreken de zaken. Dat was vroeger overigens anders. Ja. Want er was best wel wat haat en nijd tussen de collega's in Schiedam. Ja. En wij hebben dat als Rotterdammers zeker gevoeld in het begin. Ja. Wij deden gewoon niet mee. Ja. Dat is niet meer nu. Nee. We zijn heel makkelijk met de telefoon te pakken en de dingen met elkaar te bespreken. Maar in de markt zijn we gewoon elkaars concurrenten. Ja. Ja. We zijn hier gaan zitten op deze schitterende locatie, die Maasboulevard, in verband met het beeld een beetje dat u maakt met al uw collega's ook een exportproduct.
Uw collega Nolet, waar we net al over spraken, heeft met name ook in Amerika, doet veel zaken in Amerika. Ja. Is er nou nog een markt ergens op de wereld waarvan u zegt van, ja, dat mag je natuurlijk misschien nu niet verklappen, maar waar je toch eens je oog op zou kunnen laten vallen? Ik las onlangs dat China bijvoorbeeld een land is. Nou, land, het is natuurlijk zowat veel meer dan een land, wat geweldig in opkomst is. Ja. Zijn dat dingen die u ook, waar u ook over nadenkt, dat u denkt van, ja. Nou, wij zijn als De Kuiper historisch, echt letterlijk vanaf het allereerste begin af, exporteurs geweest. Wij, een van de weinige Nederlandse distributeurs die niet op de binnenlandse markt actief zijn geweest met ons product. Dat verklaart ook dat we met onze jenever relatief klein zijn in Nederland. Dus wij zijn altijd een exportbedrijf geweest. Eerst natuurlijk wel met jenever. Maar eigenlijk sinds, laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog is dat zo'n beetje begonnen. Zijn wij dus veel meer gaan richten op andere producten, op likeuren. Dus onze exportpositie is met likeur. Driekwart van onze omzet is export. Dus dat is verreweg het grootste gedeelte van onze omzet. Dat weten de meeste mensen in Schiedam en in Nederland niet. We zijn veel groter in het buitenland dan in Nederland. Dan niet met jenever, maar met likeuren. Wij exporteren op dit moment naar 100 landen. Dus er zijn niet zoveel landen waar we niet zijn. Nee. China is dan wel een land waar je eigenlijk pas sinds kort gewoon in kunt. Want het is dus gewoon lastig om er naartoe te gaan. Maar China is een land waar wij nu al export naar hebben. Het is nog klein, maar we exporteren naar China. En we hebben daar dus een lokale agent die voor ons werkt. Dus, maar het is zeker een markt die wij dus extra nu volgen. Want men weet gewoon, dat lees je in de kranten, dat China natuurlijk aan het opengaan is. En dat daar natuurlijk een enorme hoeveelheid mensen, consumenten van ons product kan ontstaan, want ze zijn er nog niet, die interessant is. Ja. Ja. Even terug naar het lokale. U zit in het bestuur van de VVV. We zitten in Schiedam natuurlijk een beetje te hinken op toerisme. Moeten we nou massale bussen krijgen? Dan zeggen de mensen weer, die komen nooit. U weet wat we hebben. We gaan dadelijk het museum in februari weer openen. Het gedistilleerd museum draait. Er komt een glasmuseum. Als we een heel lang verhaal kort maken, gaat dat nou allemaal nog eens goed komen? Of zegt u van, ja, het zal toch altijd blijven afhangen van mensen, ontwikkelingen? En dit kan ik natuurlijk mooi zeggen als Rotterdammer nu. Ik vind Schiedammers, die zijn meer dan gemiddeld. Kijk, Nederlanders hebben natuurlijk over hun eigen product altijd zijn ze wat onderkoeld. Als we het over Philips hebben, dan vinden we dat ook niks vergelijken. Dat doen Schiedammers met hun stad eigenlijk meer dan gemiddeld nog. Ze zijn zo negatief over hun stad. Je hebt al iets heel moois. Het is een prachtige stad. En iedere bezoeker, en ik krijg heel veel mensen uit het buitenland hier, die ik Schiedam laat zien, die zeggen, god, wat een prachtige stad is dat. Ja. Dus wees daar nou eens een keer van bewust dat je al iets prachtigs in handen hebt. En dat toerisme, dat is best een lastige markt. De VVV die probeert natuurlijk met de stadswandelingen, met groepsboekingen te zorgen dat de toerist wat meer naar Schiedam komt. Mm-hmm. Maar je zou als gemeente Schiedam beleidsmatig inderdaad niet zo bang moeten zijn om dat toerisme echt ook handen en voeten te geven. Dat betekent dat je er natuurlijk wel in moet investeren. Ja. En er zijn een paar, iedereen die klaagt natuurlijk dan weer over de stad moet schoner. En dit. Ja, dat is waar. Ja. Dat is allemaal waar. Maar dan moet je dus als gemeente, als bestuur dat ook een keer echt daadwerkelijk doen. En dat kan volgens mij binnen de financiële middelen best wel meevallen. Mm-hmm. Maar je hebt al een iets in handen. Kijk, loop gewoon over de Lange Haven. Kijk naar de panden die er staan. Kijk naar de musea die er zijn. Je kunt de toerist al een prachtig programma bieden. Ga met de fluisterboot met dit weer Schiedam door. En iedereen die heeft een prachtige dag. Dus wees wat trotser op je eigen stad. Ja. En kijk, als iedereen maar roept van ja, dat is niks, dan gaat de toerist dat ook horen op een gegeven moment. Ja, dan moet je het omdraaien. Ja. Je moet gewoon eens een keer ook daar het afscheid nemen van het verleden. En eens een keer gewoon enthousiast zijn over die stad. Want het is een prachtstad. Nou, over afscheid nemen gesproken. We krijgen een nieuwe burgemeester. Reinier Scheres is behoorlijk lang burgemeester geweest in Schiedam. En daarvoor was hij ook actief in de Als politiek. U nou eens het profiel van de nieuwe burgemeester zou willen schetsen. Ja. Waar zou we, of misschien wel is het wel een vrouw, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Waar zitten we in Schiedam nou op te wachten? Ja, ik met Reinier samen heb ik een hele goede band opgebouwd in de loop van de tijd. We zitten natuurlijk samen in het bestuur van het museum. Hij is ook nauw betrokken geweest bij het rijlen en zeilen van de VVV. We hebben veel contact. Mm-hmm. Ik denk dat Schiedam wat dat betreft natuurlijk echt een Schiedammer als burgemeester heeft gehad. Ik zou als ik zou kijken naar een opvolger van Reinier,
dat je in ieder geval iemand moet hebben die affiniteit heeft met wat we net zeiden, met een mooie stad, met zo'n mooie binnenstad, daar iets mee wil doen, mee naar buiten wil. Moet die zakelijk zijn? Ja, ik denk dat een burgemeester manager tegenwoordig ook echt wel zakelijk moet zijn. Het is natuurlijk een bestuurder. Ze hebben in wezen politiek gezien heel weinig macht, hè, want die ligt bij de raad. Maar ik denk dat het heel erg veel uitmaakt of daar een enthousiaste persoon zit die Schiedam verkoopt. En ik denk dat Reinier dat voortreffelijk gedaan heeft. Dus je zult iemand moeten hebben die extern wil, die naar buiten wil, maar wel zakelijk ook. Ja, het blijft natuurlijk ook een bedrijf. Ik als ondernemer heb soms best wel eens kromme tenen als ik naar dat bedrijf kijk. Ik zou daar best met wat ondernemersgeest eens een keer wat willen doen. Ja. Dus het zou wat mij betreft ook iemand moeten zijn die zakelijk is. Ja. Ik wil het afronden met een laatste bijzondere vraag. En die richt ik even op mijzelf. Ik lust geen borreltje. Ik wil maar niet drinken, zoals ze dat thuis zeggen. Ja. Is er nog hoop? Nou, ik denk het wel. Het gebruik van het Schiedamse product, dat kan in vele vormen. Ik zei het net al, wij zijn eigenlijk helemaal geen jeneverproducent meer. Wij zijn een likeurenproducent. En je kunt met likeuren prachtige longdrinks maken, je kunt prachtige cocktails maken. Je kunt de alcoholsterkte van zo'n cocktail variëren zoals je wilt, van bijna niks tot een sterker cocktail. En daar zitten echt hele lekkere dingen bij. Als je niet van zoet houdt, kun je een wat pittige smaak krijgen. Als je van zoet houdt, dus er zijn best mogelijkheden. Ik kom nog van de sinaas af. Nou, dat hoeft niet, want sinaas mag blijven drinken. Maar zo nu dan een borreltje, dat zou wat mij betreft prima kunnen. Is goed. Ja. Ik ga u bedanken voor uw gesprek. Heerlijk gezeten, even langs de waterkant. Ja, kijk eens thuis, u heeft het gehoord. Bob de Kuiper, Schiedamse ondernemer, distillateur tussen al die andere Schiedamse distillateurs. Boeiend leven, geweldige